Dit is Tegengif. In dit online programma gaat Ad van Nieuwpoort in gesprek met bekende en minder bekende stadsgenoten, gemeenteleden en tieners. Over hoe zij de tijd waarin ze leven ervaren. Tegengif gaat over hoe wij elkaar hoop en inspiratie kunnen bieden. In deze moeilijke, verwarrende, maar soms ook bemoedigende tijden. We zitten aan tafel bij Huub Oosterhuis. Wat een feest om hier te mogen zijn. Dankjewel, Huub. Heel goed om zo met jou over jouw werk te kunnen spreken. En verschillende gedichten zijn al de revue gepasseerd. En ik zou het eigenlijk zo aardig vinden om dat gedicht Afscheid van een koningin nog eens uit jouw mond te horen en het daar eens met je over te hebben. Oké. Ik zal het lezen. Afscheid van een koningin. De beste beslissingen vallen ons in bij weerlicht en donder, na vlagen, donkerte en vloed, na de duif met olijftak staat in de wolken een zevenkleurige boog. Op 29 april 2013 heeft zij gesproken: mijn beste beslissing was Klaus. Dochter van twee gesternten, kind tussen vuren, dansende geliefde, moeder van zonen, drie. En nu dan, van prinsessen, gravinnen en één graafke, samen acht, de gedroomde oma in de wouden van de Lage Vuurse. Eeuwenlang hebben vervolgde in Nederland hun vluchthaven gevonden, sprak zij op 30 april 1980 tegen aanzwellend gejoel in. Een steen trof haar diadeem, maar zij sprak dat wij goed moesten zorgen voor alle die vergeten zijn en alleen. Waar zijn ze gebleven, die woorden? Zoveel vervlogen jaren herhaald. Gebleven als zout in het deeg van ons Hollandse dagelijks brood. Zachtmoedige leeuwin, de zachte krachten zullen zeker winnen. Beeldhouw de koppen van uw acht, hun lippen, ogen en Friso. En misschien dat u nog schrijft een boek. Nooit alleen, maar toch eenzaam, maar ook gelukkig. Ontroerend gedicht over Beatrix. Ontroerend gedicht. Ja, ach. Was natuurlijk een grote dag voor haar. 1 februari 2014. Ja. Jij bent heel nauw betrokken geweest op dat gezin. Intens ook bevriend met Klaus geweest. Kun je daar iets over vertellen? Hoe je zo daarmee in aanraking bent gekomen en hoe die vriendschap is ontstaan? Ja, met die vriendschap begon er eigenlijk op een hele wonderlijke manier.
Begin september. Dan moet ik het goed zeggen. 1968. Zo. In Velp. Op het. De middelbare school in Velp. Daar werd jaarlijks een poëziefestival georganiseerd. En dan mochten de kinderen van de school mochten ook in de kelder op de muren gedichten schrijven. En, nou, dat was een leuke bedoeling. En ik was dat jaar gevraagd om het een beetje te modereren en af en toe wat te zeggen en zo. En om een prijs uit te kiezen voor een van die gedichten. En 's morgens toen we begonnen waren, kwam een zenuwachtige directrice naar mij toe. En die zei, Prins Klaus heeft gevraagd of hij vandaag mag meelopen. Vindt u dat goed? Ik zei, ja, dat vind ik heel leuk natuurlijk. Klaus was toen bezig om overal in Nederland aanwezig te zijn, zich te laten zien, te praten. De samenleving te leren kennen. En hij kwam dus naar die school en een half uur nadat die directrice mij dat verteld had, was hij er. En we hadden onmiddellijk contact. En heel leuk contact. Alsof we elkaar al heel lang kenden. Het was heel wonderlijk. En nou, ik ben die dag met hem opgetrokken en over van alles gepraat en uiteindelijk naar de kelder afgedaald om de gedichtjes te bekijken. En daar stond op een muur een gedichtje zonder naam eronder. Dag jongen, ik zag je huilen in de bus. Ik wilde nog vragen wat er was, maar ik durfde niet. En Klaus las dat en die zei, dat is de eerste prijs. En dat vond ik ook. En de directrice deed ook mee in de jury. Die vond het wat kort. Geweldig. Toen pakte Klaus een stukje papier uit zijn zak. En daar schreef hij op. E is mc kwadraat. En toen zei hij, het kan niet korter. Vindt u het te kort? Ja, geweldig. Fantastisch. Heel geestig. Warm. Leuk. Nou goed, dat was mijn eerste contact met Klaus. En die winter hadden ze bedacht, of was er voor ze bedacht, dat weet ik nou niet precies, dat ze dichters zouden ontvangen op Drakenstein. Niet alleen dichters trouwens, maar ook muzikanten en beeldende kunstenaars. Een stuk of 20. En ja. Ik was daar ook bij als schrijver. Ik zou daar ook zijn. En dat was dus net die spannende winter. Waarin wij besloten om buiten verantwoordelijkheid van de officiële kerk toch door te gaan met onze liturgie. Dus dat kwam ook allemaal breed uit in de krant. En ondertussen waren er avonden op Drakenstein en dat waren enige avonden. Wat deed je daar? Uit eigen werk voorlezen. Dat was het vooral eigenlijk. En daar dan over praten of met elkaar kennis maken. Zo. Dat gedoe was het.
Mooi, ja. En degene die het aandachtigste luisterde, waren Beatrix en Klaus. Ja, ja. Ze waren bijzonder gastvrij en open en geïnteresseerd. En zo zelfs dat toen dat voorbij was, dat seizoen, een half jaar later moesten we met een paar mensen naar Paleis Noordeinde een avond om met Beatrix en Klaus te praten over een soort voortzetting van dit gebeuren. Zo leuk vonden ze het. Ja, ja, ja. Nou, er is ook een voortzetting gekomen tot aan het moment dat zij, nou een jaar daarvoor, dat zij de troon besteeg. Toen moest het eindigen, maar... Je ging met die avonden dus door. Dat we gingen met die avonden door. Ja, ja, een beetje in een andere vorm, met andere mensen. Helle Hazen was daar ook heel erg bij betrokken. Maar eigenlijk altijd goed waren die avonden. En soms ook heftig. En ik herinner me de avond van 11 september 1973. Dat was de dag dat in Nederland langzaam maar zeker, zo in de loop van de middag, de berichten binnendruppelden over wat er in Chili gebeurd was, hè? Over de staatsgreep van Pinochet. En Klaus was daar enorm mee bezig. Die kende ook Allende persoonlijk. En die verliet steeds de kamer waar wij zaten te praten naar een zijkamer om naar de radio te luisteren. En dan kwam die terug en dan zei die is nog erger dan we dachten. Zo. Ja, dat was... Terwijl heel dicht op die actualiteit zat je, nou, met wat er in de wereld gebeurde. Ongelooflijk. Ja. Zo, ja. Maar goed, dat is dus in... Tot 79 heeft dat geduurd. Dat bij elkaar komen op Drakenstein. En jij hield daarna dat contact met Klaus? Of, eerst heel bescheiden met het af en toe een briefje en zo. Maar in 82, toen werd de Erasmusprijs uitgereikt aan Edward Schillebeeks. Oh, yeah, yeah, yeah. In het paleis op de Dam. En daar was iedereen aanwezig, zou ik zeggen. Ook Juliana. En nou ja, ook Beatrix natuurlijk. En die hield een soort receptie op een gegeven moment. Dus die ging ik even een hand geven. En toen zei ze, ja, Klaus is er niet. Het gaat niet zo goed met Klaus. Hij ligt in het ziekenhuis in Breda. Maar hij heeft wel veel aan uw gebedenboek. Hij had Bid om Vrede op zijn kastje liggen. En toen dacht ik... Ik ga hem eens opzoeken. Ja. En dat heb ik gedaan. Hij was in een zware depressie gedompeld. Maar nou ja, we wisselden een paar woorden. En ja, even kijken. Jij werd zijn pastor ook. Nou ja, dat op het laatst was dat. Ja, ja. Dat was in de maanden voor zijn dood. Ja, ja, ja. Ik heb hem
al die jaren onregelmatig bezocht. Er waren ook wel eens concerten op Huis ten Bosch en daar zagen we elkaar dan en zo. Maar het meest intense contact is begonnen toen de koningin op visite was in de gelegenheid van haar koninginnedag in Hogeveen en Meppel. Toen belde hij mij op. En zei, kom je nog eens langs? Ik lig in het AMC. Ja, ik zei, tuurlijk. Wanneer? Nou, nu, zei hij. Toen ben ik dus in de auto gestapt en naar het AMC gereden. En daar heeft hij, ja, wel een maand gelegen, denk ik. En heb ik hem verschillende keren opgezocht. En je keek dan samen naar die Koninginnedag. Ja, dat was de eerste keer. Dat was de eerste keer. Ja, precies. Ja, dat was ja. Samen naar die dag. Ja, 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 precies. Ja. Ik heb dat ook geciteerd. Ja, daarom in jouw preek. Die spreek toen. Ja. Ja, hij was soms heel erg ziek. En down ook. Ja. Ja, en toen, nou ja, na heel veel vijven en zessen en ingrepen en weet ik wat, hadden ze dan bedacht in het ziekenhuis een medicament, een pil. Als hij dat nou maar goed innam, dan kon hij nog wel 5 jaar verder. Dus hij werd toen weer naar huis getransporteerd. Hij woonde eigenlijk in een apart huisje. Daar stond zijn ziekenbed. En daar was een continue verpleegster. Surinaamse. Geweldig mens. En daar heb ik hem een aantal keren bezocht. Ja. Vaak eigenlijk, ja. Iedere week. En daar heb ik me ook psalmen voor gelezen. Ja. En één keer las ik daar, nou, dat was de tweede keer geloof ik, dat deed. Ik las psalm 8 voor, in een eigen vertaling, maar in een, niet in de vertaling die nu in de 150 psalmen staat, maar in een wat in een voorgaande vertaling. Die begon met de regels, Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam allerwegen op aarde. En toen was ik klaar met die psalm. En toen stak Klaus zijn vinger op, dat deed hij nog wel eens zo, als hij wil zo zeggen, deed hij zo. En toen zei hij, het blijft toch altijd wie. Dat vond ik een prachtige zin. Het blijft toch altijd wie. Het blijft toch altijd wie. En toen heb ik Psalm 8 opnieuw vertaald met dat erin. Ja. Ja, onbegonnen naam, onnoembaar jij, wie jij. Ja. En dat is dan, wat sprak je zo aan in wat hij toen zei? Wat was de vraag? Ja, het is natuurlijk, het hoort tot de kernvragen die zo'n psalm je stelt. Hè? Ja, ja, ja. Wie is het? Wie is die Heer, onze Heer? Ja, precies. Ja, ja, ja. Wie is dat? Ja. Het blijft, ja, dat weet ik niet. Het blijft wie. Ja.
Nou, dat was soms heel emotioneel. Die psalm voorlezerij. Nou, ja. Wat een mooi detail is, vind ik. Constantijn en Laurentien, die waren net getrouwd, dus eigenlijk. Maar die speelden tennis achter dat huisje waar hij verpleegd werd. Zo hoorde je tik, tik. En dat gaf iets, iets vertrouwds ook, ja, 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 hè, dat die kinderen daar waren. Ja. En dan kwamen ze zo na een paar partijtjes, kwamen ze even kijken. Hè, en dan zei Constantijn, nou papa, dit, je hebt nou medicijnen, hè, daar kan je 5 jaar mee verder. En dan keek Klaus heel, heel somber. We wouden maar geen 5 jaar verder. En hij wist ook eigenlijk dat het afgelopen was. Zo. En toen dacht ik, ja, dat ze schatten het verkeerd in. Ik merkte dat ook aan de koningin, eerlijk gezegd. Maar dat, ze wilden hem niet kwijt, nee, natuurlijk. Nee. En dan ga je met alle middelen en gedachten die je hebt construeren dat hij nog wel dit en nog wel dat. En hij sprak dat niet tegen. Maar ik voelde aan hem dat niet klopte. Nee. Dus toen heb ik een keer Constantijn gebeld en gezegd, ja, ik denk dat het ernstiger is dan je denkt. Hij is op. Hij kan niet meer. Ja, zo. Dat was zo'n 2 weken voor zijn dood. Ja, zo. Drong dat door? Ja, Constantijn schrok daarvan. Die was daar. Toen is hij weer naar het ziekenhuis gevoerd. Er was weer iets. En daar is hij gestorven, hè? 6 oktober. Was jij daarbij? Of, Nee, was niet bij. Maar ik was toen een pizza aan het eten. Ja. Wie was er nou ook nog een pizza aan het eten? Prins Andrew. Dan was een keer een pizza aan het eten. Ja. Nou goed. Maar toen kwam ik thuis en toen stond op mijn telefoon of ik de volgende dag, de volgende avond op Paleis Huis ten Bosch wilde komen. Ja. Met en, de vraag om ook. Ja, en dat had ik niet verwacht hoor. Ik dacht, nou, misschien vragen ze me om een gebed of iets dergelijks. En Karel Terlinder was daar ook. Ja. En meteen aan het begin van de sessie zei Constantijn tegen Karel Terlinder, dominee, we wilden voor de toespraak Huub Oosterhuis vragen. Nou, ik zei daar natuurlijk wel ja op. Ja. En die toespraak heeft natuurlijk een geweldige indruk gemaakt. Want je staat daar nogal voor wat, hè? Je moet op zo'n moment dat beslissende woord spreken. Heel en, spannend, ja. Ja. En iedereen zat op het puntje van zijn stoel eigenlijk. Dat was spannend, ja. Ja. Omdat mensen zeiden, het is zo eerlijk. En kardinaal Simonus, die zat er ook. Ja. Die was heel vriendelijk over hem, hoor. Die kwam me na afloop een hand geven. Ja. En dat was de eerste hand die ik, geloof ik, kreeg sinds 30 jaar. Ja, verstaan. Maar later zei hij tegen een journalist, de man blijft steken in het Oude Testament. Oh,
De man blijft steken in dat Oude Testament. Ja. Een geweldig compliment. Ja. Fantastisch. Ja. Nou ja, dat was een thema van gesprek tussen mij en Klaus. Nee. Hij had natuurlijk een jeugd gehad. Een verschrikkelijke jeugd. Echt een verschrikkelijke jeugd. Behalve de eerste 10 jaar. Daar heeft hij in Tanzania gewoond. Ja, en dat was zijn droomland. Hè? Maar toen kwam hij in Duitsland terug. En toen werd hij daar op een school gezet. Ergens in Noord-Duitsland. En toen hij 16 was, werd hij ingelijfd in de Hitlerjugend. Ja. En toen hij 18 was, werd hij naar Italië gestuurd met een geweer. Hij heeft geen enkele keer geschoten. Nooit. Maar ze lagen daar in een, met een bataljon. Ze moesten een dorp uitmoorden. Ze waren met 2 bataljons. En hij zat in de 2e. En het eerste dat slaagde erin om dat dorp uit te moorden. Dus hij hoefde niet. En toen is hij hem gesmeerd en naar de Amerikanen overgelopen. En daar is hij tolk geworden. Een tijd lang. Maar hij heeft het uniform gedragen met de doodskoppen hier. Ongelooflijk, ja. En ja, van de Bijbel wist hij niks. Dat Lutherse gedoe, dat vond hij helemaal niks. Dat was helemaal. Hij was niet kerk, zij ging ook niet zondags naar de kloosterkerk. Dat was helemaal niks voor hem. Maar ergens vond hij dus in jouw werk, in ook, hè, dat die gebeden op zijn nachtkastje lagen. Dat zegt toch ook wel wat, dat hij dus ergens daar iets hoorde waar hij naar zocht. Hij las wel wat ik schreef. Ja, ja. En ik vertelde hem ook over dat Bijbelproject, hè, dat wij de Torah gingen vertalen. Precies, dat we dat met toneelspelers brachten. En wat een succes. En dat vond hij ontzettend spannend. Ja, ja, ja. En daar wilde hij ook een keer naartoe. Maar toen kwam er op het laatste moment iets tussen dat hij niet kon komen. Maar. Ja. Maar bijvoorbeeld, hij is wel bij de opening van de Rode Hoed geweest. Weet je nog? Ja. We hadden een diner. En daar was hij bij. Ja. Dat vond hij leuk. Zoals later natuurlijk ook Beatrix bij de opening van de Nieuwe Liefde aanwezig was. Ja. Maar ze zijn ook nog een keer met z'n tweeën een avond op de Rode Hoed geweest om kennis te maken met het programma zo'n beetje. Hè? Dat was ook erg leuk hoor. Dat was heel. Een van die 2 keren, ik geloof bij dat diner, zo'n treintje. Kom, hoe heet dat nou, dat beroemde lied? Ken je mij? Nee, dat was er toen nog niet. Nee. Mens durft te leven. Mens durft te leven. En toen ze dat dan gezongen had, zei ze nog een keer, werd er geroepen, ja, maar dan moeten jullie allemaal meezingen. Riep ze en ik zat naast Klaus en Klaus zegt, ik zing nooit mee, ik kan helemaal niet zingen, ik laat me zingen. Kan je dat zeggen in het Nederlands? Fantastisch. Dat ik zei, dat kan in Van Dalen. Ja, vanaf nu kan het. Ja. Ik laat me zingen. Ik laat me zingen. Prachtig, ja. Het is wel heel beslissend ook voor jou geweest, deze ontmoeting. Ik heb heel erg veel. Ik vond het een heel bijzondere man. Ja.
veel groter dan men denkt. Zo, ja. Ik zou zo graag met die psalm 8 willen eindigen. Dat kan. Psalm 8. Onbegonnen naam, onnoembaar wie. Laag of hoog, in welke aarde uithoek, wie? Hemel, majesteitelijke mantel, fonkelende myriade, wie? Die uit de mond van kinderen een sterkte bouwt, een burcht van zangen, waar zij hun schenders ontkomen, die. Als ik de hemel schouw, zon, maan, sterren daar gewrocht, wie zijn wij dan, dat aan ons gedacht zou worden, mens, wie ben je, dat je wordt geweten? Godendochters zijn wij en zonen, gekroond met onzienlijke kronen, in verfijnde lichamen gekleed. En heel de aarde uitgespreid aan onze voeten, tot in de verste verte, dat wij haar behoeden. Kudde schapen, stoete vee, met de beesten in het wild tezamen, vogels langs de hemelbanen, vissen flitsend langs de lanen van de zee. Onbegonnen naam, onnoembaar jij, wie jij, laag of hoog, in welke aarde uithoek, jij, wie jij. Dank je zeer. Dat is hem.